U mag allen plaatsnemen. De president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrika Persaat Santokhi. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B. Leden van de Raad van Ministers. Leden van de Nationale Assemblée. Directeuren, kandidaat-minister Henry Ory en kandidaat-minister Marciano Dassai. Familieleden van de kandidaat-ministers, genodigden, dames en heren. Namens ons staatshoofd, Zijne Excellentie Chandrika Persaat Santokhi, heet ik u allen van harte welkom op het presidentieel paleis ter bijwoning van deze bijzondere beëdigingsceremonie. Vandaag zal ons staatshoofd op basis van zijn grondwettelijke bevoegdheid, zoals aangegeven in artikel 110 van de Grondwet van de Republiek Suriname, overgaan tot het beëdigen van de kandidaat-minister, de heer Henry Ory, tot minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En de heer Marciano Dassai tot minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Mag ik nu uitnodigen de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het voorlezen van de eedformule. Mag ik de kandidaat-ministers hierbij vragen te gaan staan om de eedformule aan te horen. Ik verklaar dat ik middelijk, nog onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn benoeming tot minister aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. Ik beloof dat ik om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middelijk of onmiddellijk. Ik beloof al de plichten welke het ministersambt mij oplegt, nauwgezet te zullen vervullen. Ik beloof dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. Ik beloof gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik beloof trouw aan de Republiek Suriname. Dank u wel, directeur Eskak. En dank u wel, kandidaat-ministers. U mag weer plaatsnemen. Geachte kandidaat-ministers, u zult beiden, zoals zelf aangegeven, de belofte doen. U mag straks bij het beëdigingsmoment de president nazeggen. De belofteformule luidt als volgt. Dat verklaar en beloof ik. Dames en heren, en nu is het moment aangebroken dat ons staatshoofd op basis van zijn grondwettelijke bevoegdheid zal overgaan tot het beëdigen van de kandidaat-ministers Henry Ory en Marciano Dassai. Mag ik thans de heer Henry Ory uitnodigen om naar voren te komen. Excellentie, mag ik u uitnodigen om het formele ter zake te verrichten. De heer Ory zal de belofte doen. Heer Henry Ory, u gaat de belofte doen als u mij kunt nazeggen. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Dank u wel, minister Ory. Dank u wel, excellentie. U mag plaatsnemen. Mag ik nu uitnodigen de heer Marciano Dassai en zijn geestelijke oestaat Sidik Murtabat. En mag ik wederom de president uitnodigen. De heer Dassai zal de belofte doen. Zeg maar na. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In naam van Allah. In naam van Allah. De barmhartige. De barmhartige. De genadevolle. De genadevolle. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna. Wa ashhadu anna. Muhammadar. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ik getuig dat er geen God is behalve Allah. Dat er geen God is behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed zijn profeet en boodschapper is. Zeg maar na. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Wallahu yaqulul haqq.
Wa huwa yahdi sabil. Wa huwa yahdi sabil. En stel uw vertrouwen in Allah. En stel uw vertrouwen in Allah. Want Allah is als beschermer voldoende. Want Allah is als beschermer voldoende. Allah spreekt de waarheid. Allah spreekt de waarheid. En Hij wijst de weg. En Hij wijst de weg. Ga de belofte doen, zegt u mijn naam. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Hartelijk dank, excellentie. En ook hartelijk dank aan minister Dasai en de Oestad Moertabat.